Politiek Archief, het digitale geheugen van Nederland. Het Politiek Archief is het grootste gedigitaliseerde audiovisuele archief van lokale en regionale overheden in Europa. Online gepubliceerde audio- en videovergaderingen zijn op één plaats bijeengebracht en eenvoudig doorzoekbaar gemaakt. Het archief bevat nu al zo'n 40.000 uur aan audiovisuele verslagen. Wekelijks worden daar honderden nieuwe vergaderingen aan toegevoegd. Nooit eerder was politieke informatie zo makkelijk te bereiken. De kiezer heeft recht op een stukje verantwoording en transparantie van de gekozenen. En daar draagt dit aan bij. In Politiek Archief kun je de audiovisuele verslagen op verschillende manieren doorzoeken. Als eerste kies je één of meerdere gemeenten en vervolgens maak je een keus uit de buttons op de homepage, bijvoorbeeld thema's. Alle agendapunten, moties en amendementen in Politiek Archief zijn gelabeld op politiek thema. In dit geval kiezen we verkeer en vervoer. Als je op de resultatenpagina een vergadering aanklikt, ga je meteen naar het betreffende gedeelte. Een andere optie is zoeken op stemmingen. Hier kiezen we als politiek thema natuur en milieu in combinatie met verkeer en vervoer. Het zoekresultaat geeft de stemverhouding in een overzichtelijk diagram weer. Bovendien is de informatie uit Politiek Archief gemakkelijk te gebruiken op andere websites door de Share en Embed optie. Politiek Archief brengt tot slot de bijdrage van iedere partij en ieder raadslid in beeld. Als zoekresultaat krijg je alle vergaderingen met bijdrage van de betreffende persoon op een rij. Doorklikken levert een persoonlijke pagina op waar alle politieke optredens en links naar blogs en andere websites van de politicus terug te vinden zijn. Dit moet echt het domein worden voor Politiek Nederland. Hier laat je je activiteiten achter. Hier vind je wat nodig is om te weten wat er speelt in de politiek. Het Politiek Archief is vrij toegankelijk voor iedereen. Het is een gratis dienst waarbij alle overheden zich kunnen aansluiten. Politiek Archief maakt de politiek in Nederland transparant. Politiek Archief, het digitale geheugen van Nederland.